Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Stephanie en in deze video wil ik je weer meenemen achter de schermen bij mijn quiltwebshop Het Naaldbos. Want dit is een hele bijzondere week. We zijn namelijk bijna klaar met fase 1. Vast weten wat deel 1 precies inhoudt. We waren aan het voorbereiden voor de patchwork en quiltdagen. Zoals je vast weet konden die helaas niet doorgaan, zijn die verschoven naar oktober. En we hadden eigenlijk een selectie gemaakt van de stoffen die ik graag mee wilde nemen. En die waren we aan het snijden en vouwen. En toen de beurs eigenlijk niet doorging, toen we dat te horen kregen, hebben we besloten om maar gewoon door te zetten en meteen alles te snijden. Ja, het kan maar af zijn, toch? En dat betekent dat we deze week bijna klaar zijn met alle stoffen. We hebben dan dus van ongeveer 1100 rollen lapjes afgesneden, geteld, gevouwen. En het bedoeling is ook dat het einde van de week allemaal netjes in bakjes zit en goed op kleur staat in mijn magazijn. Vandaag is het maandag, de laatste snijdag als het goed is. Ik ga zo aan de slag met de coupons. We zijn nog bezig met rood en dit zijn nog wat dingen die we extra gevonden hebben. Dus die ga ik opmeten en vouwen en er een prijskaartje aanhangen. En dit zijn de allerlaatste stoffen. 4 kleine rijtjes. De rode nog. Mijn schoonmoeder die komt zo meteen om me te helpen. Nou, dat gaat helemaal lukken vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe het deze week gaat lopen. Ik krijg heel veel hulp, dus dat gaat vast lukken. En dan kunnen we hopelijk door naar de volgende fase. En dat is alles op de website zetten. Dus ik heb er zin in.
Nou, het is gelukt hoor. Alle rode stoffen zijn helemaal gesneden. Alles helemaal af. Super cool. Dus nu gaan we weer naar de nieuwe stap. Dat is deze opvouwen. De couponnen zijn ook klaar. Hele tas vol. Allemaal een kaartje eraan. Dus super geslaagde dag vandaag. Zo, we zijn echt lekker bezig deze week. Alle stoffen zijn gesneden. Alles is gevouwen. Dat had ik echt nog niet verwacht. Maar mijn oma is super hard bezig geweest en heeft het helemaal klaar. Overal een sticker op. En het magazijn staat helemaal naar mijn wens. In ieder geval qua stoffen. En ik ben er super trots op. Dus ik wil dat jullie even laten zien. Dan hebben we hier blauw. Drie planken vol. En dat is nog niet eens alles. Let alsjeblieft niet op dat gedeelte. Dat stond allemaal netjes op de planken. En toen ik ruimte moest gaan maken om de stoffen hier neer te zetten, heb ik dat allemaal daar op die opgestapeld. En daar ben ik nog niet zo aan toegekomen. Dat is niet echt prioriteit nu. Sorry. Dan hebben we hier Ruby Stars en de witte toon-aan-toon achtergrondstoffen. Hier nog met iets meer kleur. Een effen regenboog. Een regenboog met kleine prints. Stipjes en streepjes. Gaan we naar de andere kant. Nog één plank met blauw. Ik denk dat ik nog een keertje alles van licht naar donker ga zetten. Maar ik vond eigenlijk die drie soorten blauw wel heel mooi bij elkaar. Maar nog meer blauw. Hier nog een beetje blauw. Dit zijn mijn meer klassieke stoffen. Die heb ik voor de cursus die ik geef. Dan... heel klein beetje bruin en oranje. Dat loopt dan over in geel. Gaan we naar de andere kant. Groen. Ook heel, heel veel mooie kleuren groen. Steeds ietsje donkerder. Heel donkergroen. Paars. En dat loopt dan over naar roze. Met hier nog een klein beetje roze extra. Daar ga ik nog... mijn mandjes voor de beurs zetten, zodat ik er makkelijk bij kan. Nog meer roze. Zwart en grijs. Deze hele kast die staat op dubbele rijen. Dus dan kan ik je niet alles laten zien. Maar hierachter staat echt zwart. En hierachter staat lichtgrijs. Dan heb ik hier een plank met een beetje van alles wat. Meer wat kinderstoffen, hele... met multicolor. Ook twee rijen dik. En weet je, de stoffen die je moeilijk vond om tussen de andere te plaatsen. Maar wel hele mooie. En dan rood. Oeh, dat komt niet helemaal goed over op mijn camera. Ook twee rijen, hier kun je het zien.
vier rijen. Allemaal mooie rode stoffen. En dan op de onderste plank. Daar hebben we de batiks. En dit zijn een paar panelen of stoffen die 1,10 breed zijn. En ik kan het haast niet geloven dat er met het snijden zoveel ruimte is gemaakt. Dat het gewoon allemaal in één kamer past. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Mijn woonkamer is leeg. Mijn hobbykamer is leeg. Er is nog wel een kleine selectie stoffen die bij mijn tante staat. Die hebben we een aanbieding gemaakt omdat ik gewoon een keuze moest maken. En ja, je ziet het. Het staat echt propvol hier. Als het de winkel was, zou ik het nooit zo vol zetten. Want je kunt bijna de stoffen niet uit het rek krijgen. Maar voor magazijn doeleinden is het perfect. En de laatste stap van deze fase is dan alle vetkorders uitzoeken en mooi in bakjes doen. Daar heb ik al ongeveer de helft van gedaan. Die liggen allebei bij mijn tante, omdat zij en mijn oma daar druk aan het vouwen zijn geweest. Dus dat ga ik bij haar doen. En het plan nu is om nog één stelling te kopen die in mijn hobbykamer te zetten. En daar alle bakjes neer te zetten. En dan blijft wat we extra gesneden hebben voor de beurs in mooie opbergbakken bij mijn tante staan. Zodat ik hier in ieder geval hopelijk bestellingen kan vullen. En dat we ook helemaal klaar zijn voor de beurs als die hopelijk in oktober door mag gaan. Maar ik ben echt super blij hiermee. Ik kan het echt haast niet geloven. Ik ga echt een paar keer per dag gewoon hier heen om te staren. Het is echt een droom die uitkomt. Dus ja, nog even bikkelen met uitzoeken. Dan staat alles netjes. En we zijn ook bezig met een plannetje om alles in groepjes op de website te zetten. Om het zo snel mogelijk te kunnen doen. En dan ja, per groep één voor één. Daar gaat echt nog wel een paar maanden in zitten. Maar we zijn op weg. Er is een begin. We hebben een beetje een logica gevonden. Alles is ook geteld. Dat is ook echt een heerlijk gevoel. En ja, nu even bijkomen en stapje voor stapje dan komen we er wel. Hey, hallo, goedemorgen. Vandaag is de allerlaatste dag dat ik aan de mandjes ga werken, voorlopig in ieder geval. Dit zijn de laatste drie. Blauw, die moet ik nog op volgorde leggen. Die heb ik meegenomen van mijn tante, want daar kwamen we vorige keer niet meer aan toe. En ik vond het niet echt nodig om nog een dag daarheen te gaan voor drie mandjes. Dus dat ga ik lekker thuis doen. De andere gingen best wel snel. We hebben zelfs nog een dag lekker buiten kunnen werken. Dat was helemaal fijn. Dus dit is mijn doel voor vandaag. En dan moet ik nog de mandjes op een fijne volgorde zien te krijgen. Ik heb namelijk hele stapels. Hier stapel. Hier.
sorry voor de snor. En hier nog de andere helft. Zoals je ziet waren de goeie mandjes op. Dus ik moet ook nog op jacht naar een paar nieuwe. En dit ga ik dan helemaal voorleggen zoals ik dat op mijn kraam zou willen. Als het zover is dat we eindelijk weer naar een beurs kunnen, dan kan ik natuurlijk niet dit allemaal meenemen. En dan zal ik hier nog een selectie uit moeten halen. Maar voor nu heb ik besloten om gewoon alles uit te zoeken. En dat eventjes links te laten liggen, want dat is nu gewoon niet belangrijk. En dan ga ik een kast uitzoeken. We moeten nog even passen en meten wat het meest efficiënte gebruik van de ruimte is. En dan kan ik in ieder geval hier thuis bestellingen die ik hopelijk mag krijgen gaan vullen. Dus dit is de laatste dag van de mandjes. En dan ga ik hierna verder aan de website. En dan kunnen er eindelijk wat meer dingen op de site komen. In ieder geval komt deze regenboog in de uitverkoop. Ik heb een hele selectie van rollen gemaakt die niet in de kast passen. En dat zijn deze geworden. En die komen met een leuke prijs op de salespagina. Dus ja, ik heb er zin in vandaag. Nog even lekker hard werken. Ik laat natuurlijk aan het einde zien hoe het geworden is. Maar ik vermoed dat er dan wel iemand anders thuis is. Dus ik ga nu alvast zeggen heel erg bedankt voor het kijken. Ik vind het echt enorm leuk dat jullie mijn reis willen volgen. En willen kijken hoe ik telkens van gedachten verander. En probeer uit te vinden wat de beste manier is om al dit werk te verzetten. En ik ben gewoon nog steeds heel erg blij mee. En ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst gaat brengen.